De afvalverwerking in Suriname is niet wat het wezen moet. Dit haalde VHP-parlementariër Harriet Ramdin gisteren aan in de Nationale Assemblée bij bespreking van de ontwerpwethoudende wijziging van de Milieuraamwet. Ze bevestigt dat er vuil wordt opgehaald en op een vuilstortplaats wordt gedumpt, maar dat wat afvalverwerking betreft er weinig wordt gedaan. Ramdin vindt dat diverse ministeries belast moeten worden met deze kwestie om de vuilverwerking goed ter hand te nemen. We weten dat een afval zorgt voor bodemvervuiling, het zorgt dat onze water vervuild wordt, etc. Luchtvervuiling krijg je wanneer het aangemaakt wordt, als het in rook opgaat. En we weten dat afvalverwerking bijvoorbeeld, die valt onder het ministerie van OE. Maar wanneer we over afval praten, dan heeft dat ook te maken met rom. Ik weet dat de minister begonnen is met een project, Krimbeertie-project. En het is op zichzelf heel goed. Het laat de mensen ook zelf, de participatie van de burger is heel hard nodig. Ik zie dat de burgers door deze campagne met voorlichten, et cetera, informatie krijgen hoe ze met vuil moeten omgaan. En ik heb ook gemerkt dat een uitrom ook een soort verwerkingssysteem toegepast wordt. Ik hoop dat de minister daarover wat meer informatie kan geven, zodat men precies weet hoe het project in elkaar zit. Maar ik wil toch via u, voorzitter, aan de regering vragen, met name de minister van Rom. Hoe is de samenwerking wanneer het gaat met afvalverwerking met het ministerie van Openbare Werken? NDP-parlementariër Tashana Lusche zei dat er in het belang van de wijziging van de wet meer gewerkt moet worden aan milieubewustwording. Ze vindt dat zowel in de stad als in de districten het opmerkelijk is dat mensen niet voldoende bewust zijn van wat er kan gebeuren als er schade wordt toegebracht aan het milieu. Dit is volgens haar ook terug te zien in de wijze waarop afval wordt verwerkt. Dat wij nog net niet zo ver zijn om onze omgeving schoon te houden. En dat er nog een bewustwording moet komen vanuit de samenleving, voorzitter. Maar dat brengt mij ook meteen naar het district Brokopondo, waar wij hebben gezien, voorzitter, dat het nog heel moeilijk is voor het commissariaat en alle andere actoren om zoveel als mogelijk ervoor te zorgen dat ons binnenland qua hygiëne, vervuiling, is het nou kwik, is het nou plastic, voorzitter, dat het nog heel erg moeizaam gaat. Dus via het lid willen wij aandacht vragen voor Paramaribo, maar ook alle andere randdistricten, voorzitter. Want het begint daar. Het begint daar en dan gaat het verder naar onze gezondheid. Want als wij ons milieu niet schoon kunnen houden, voorzitter, dan krijgen we op een gegeven moment een zieke samenleving en dat is wat we niet willen. Lusche ziet graag dat er meer ondersteuning komt vanuit de centrale overheid naar instituten die bezig zijn met afvalverwerking. Ook vindt ze dat de overheid een oproep moet doen aan alle ondernemers, vooral zij in de horecasector, om hun plastic afval te laten recyclen.